We zitten hier op de rand van Groningen en Drenthe. En Drenthe kun je heel goed dus rogge verbouwen, tarwe verbouwen, spelt verbouwen. 19 mei 1917 is mijn opa ermee begonnen. De Mulderpot met het graanmalen in Nieuwe Pekela. En in 1980 zijn we hierheen verhuisd. Ik ben Jan Pot, korenmolenaar op Korenmolenhoop in Kropswolde. En ik heb het bedrijf in 1990 overgenomen van mijn vader en ben daarmee derde generatie molenaar. Duurzaam ondernemen is een kwestie van zorgen dat de lijnen kort zijn. Dat je niet je grondstoffen haalt van de andere kant van de wereld. Dus we besparen daarmee hoop transportkosten, makelaarskosten, van handelaar enzovoort. En we hebben direct, je weet ook, eigenlijk kun je het aanwijzen waar het vandaan komt. Dat is het leuke van het geval. Je kunt zeggen van, nou ja, het is die en die partij met dat lotnummer. Oh, dat is daar en daar van gemaakt. Dat komt daar vandaan, bij die boer, van dat perceel. En dat is natuurlijk heel leuk.